Hoi hoi, leuk dat je kijkt naar deze video van Koken met Marielle. Vandaag maak ik pizza. Wat heb je allemaal nodig voor deze pizza? Een broodje waar ik de pizza op ga maken. Een tomaatje. Tonijn. Mozzarella. Een ui. En tomatenpuree. Zoals je kunt zien aan de ingrediënten ga ik een tonijnpizza maken. En dat is voor mij mijn favoriete pizza, dus die wil ik graag met jullie delen. Ik verwarm als eerste de oven voor op 180 graden. Nadat de oven is voorverwarmd, begin ik met het opensnijden van het broodje. Ik heb trouwens gekozen voor een Turks broodje. Ze hadden geen grote meer, dus ik heb een kleintje meegenomen. Ik snij hem door midden. En zo heb je alvast twee bodems voor pizzaatjes. De volgende stap is om met de tomatenpuree de broodjes te besmeren. Je kan ook gewoon tomatensaus kopen. Het hoeft er niet te dik op te zitten, want het is alleen maar een basislaag zodat de rest allemaal goed blijft plakken. Nu dit gesmeerd is, kan ik doorgaan met de volgende ingrediënten. En dat is de tomaat snijden en de ui snijden. En het is misschien makkelijker om dat helemaal van tevoren alvast te doen. Want dan kan je achter elkaar door gewoon gaan met beleggen. Ik snij de tomaten in allemaal dunne plakjes. En misschien daarna nog in reepjes, maar dat weet ik nog niet zeker. Omdat het toch best wat grote plakken zijn, ga ik ze inderdaad in dunne reepjes snijden. Deze is wel heel dik, dus die doe ik gewoon in blokjes. De tomaat is nu gesneden, dus nu ga ik door met de ui. Ik doe er geen hele ui overheen, want dat wordt wel een beetje te veel. Ik snij deze in halve ringen, want ik heb hem door de helft gesneden. Dat is ook gesneden, dus nu ga ik het beleggen op de pizzabroodjes. Als het eerst leg ik er de uitjes een beetje erbovenop. En ik kan al zien dat ik niet alle ui van die halve nodig heb. Dus je kunt er ook voor kiezen om een kwart ui te gebruiken. En mocht je dit nou te grof vinden, dan kun je altijd nog de uitjes in kleine stukjes snijden. En dan vind ik de uitjes zo goed. En dan nog wat tomaatjes eroverheen. Dan heb je ook geen hele tomaat nodig. Zo, dat was de tomaat. Nu ga ik eigenlijk met het hoofdingrediënt verder en dat is de tonijn. Zorg ervoor dat je de tonijn goed laat uitlekken. Want anders wordt het wel heel erg veel als je het tenminste uit olie gebruikt, zoals ik. Dan wordt het anders zo sompig op je broodje en dat is ook niet lekker. Ik hou nogal van lekker veel tonijn, dus ik gebruik nog niet eens een heel blikje nu. En als laatste kan dan nu de mozzarella erop. Alles zit er nu op, dus ik ga ze nu op de bakplaat leggen en in de oven doen. Hij gaat nu de oven in voor 15 minuutjes. Dat is wel lang genoeg, want het broodje is wel goed. Het gaat alleen om de topping. De pizzaatjes zijn nu net uit de oven. En ik heb er als finishing touch nog wat pizzakruid over gedaan. Dat vind ik wel lekker. En ik ga hem nu even proeven. Ja, hij is echt super lekker. Dit was het recept wat ik vandaag ging maken. Ik hoop dat je dit leuk vond en ik ga nog lekker even verder eten.